2, 1. En dan gaat de groene vlag naar beneden. 81 senioren nemen de start van de derde Memorial. Lars Jansen, en onder uw applaus. Die starten ze dus aan 17 ronden. 17 laps to go. Er is hier 1. 4, 3, 2, 1. En dan gaat de groene vlag naar beneden. 81 senioren nemen de start van de derde Memorial. Lars Jansen, en onder uw applaus. Die starten ze dus aan 17 ronden. 17 laps to go. Er is hier eentje. Die wat schakelproblemen heeft in de start. Dat is Gustav Rollen. Ketting. Yeah.
Zal vooraan willen stilvallen, maar achteraan is het elke maal harken om terug te komen. 14 ronden nog maar. We zijn nog 14 ronden voor het einde. En dat nieuwe geloof dat hier met Lucas van Gils. De man aan de leiding van het peloton. Lucas van Gils, vorige week als ritwinnaar in de ronde van Frankrijk voor de junioren. Tour de Valromme. Hele zware ritte wedstrijd. Won daar de vierde rit. De man van Finbar Mulhall, de Australiër. Die daar naar de schouder greep. De fijne Lucas van Gils daar de overwinning pakte. Schitterende foto's. End of the race. End of the race. Vraag rechts rijden, maar keep right please. So the ambulance may pass. Ook zij verlaten de wedstrijd. We zijn er voor je, ETIAS. 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 Thank you.
weg van de hitte. Nu bij de aankomstlijn op 5 ronden. Nu bij de aankomstlijn. Naar de hand van Gustav Roller.
herhalen. Het achtervolgend groepje nog helemaal uit elkaar gereden. Gustav Roller weg voor de vijfde plaats. Van hier langs Hekken. Dat is de zesde plaats, second place. Plekje nummer 8 is weggelegd voor de regionale man hier ook, voor Lucas van Gils. Nummer 9 is het.